De leskapperstechniek houdt in dat je eigenlijk alles leert met betrekking tot haar en meer haarstyling eigenlijk. Ik zeg wel eens van high fashion tot Marie Antoinette en alles wat er tussenin zit. Kapperstechnieken houden in dat we voornamelijk heel erg veel bezig zijn met heel veel verschillende technieken op het gebied van haar. Ze hebben bijvoorbeeld kniplessen gehad, we krijgen krullen, vlechten, touperen. Kapperstechnieken krijg je in de eerste, tweede en de derde en dat krijg je 3 uur per week. En het is een heel belangrijk vak als grimeur in deze opleiding. Ook omdat je in Nederland haar en make-up moet doen. En ja, in theater en film worden er heel veel pruiken gebruikt en die moeten nou eenmaal opgekapt worden. Tijdens mijn stage heb ik best wel vaak wel kapperstechnieken gebruikt. Zo moet ik best wel vaak ook haar doen voor bijvoorbeeld een fotoshoot. Maar ook voor producties van bijvoorbeeld het Paleis Het Loo, waar we bijvoorbeeld kinderen moesten opmaken, waarbij ook historische kapsels voorbij kwamen. En uiteindelijk eindig je dan in de derde dat je een hele grote avant-garde pruik gaat opkappen. Met heel veel haar en decoratie, alles mag erin.